we go! Ah, nee! Oh! Waarom zou je dat doen? Yo, dames en heren, welkom bij een gloednieuwe show op het Gamepedaal. Ook wel, The Price is Right! Yeah! Ik word gebeld. Waarom word ik nu gebeld? Oh shit. Oh shit, ik word gebeld door 6. 6, 6. 6, 6, 6, 6. Hallo? Hey, met 15. Vandaag speel ik met jullie The Right Price Game. Het is volgens mij door dezelfde makers gemaakt van dat Google zoekresultaat spelletje. Ik moet proberen te raden wat goedkoper is, duurder. En als ik het fout heb, of als ik verlies, moet ik naar de albekende Reddit 50-50. Voor de mensen die Reddit 50-50 niet kennen, dat is de meest fucked up website van heel internet. Daar wil je gewoon niet op kijken. Ik zie de comments al komen van Ronald, waarom pleur je alles? Ik hoef geen YouTube strike. Maar we gaan eventjes een voorbeeldje doen. Een schattige, lieve kat in een veren bedje. Of een man die door twee is gesneden door een katana. Laat het alsjeblieft het schattige katje zijn. Yeah! Moeten we nu raden welke goedkoper is? Een fatboy, een soort van stoel of een schetsboekje? Sowieso. Het schetsboekje is goedkoper dan een fatboy. En Ronald heeft gelijk hoor. 1 puntje voor Ronald. Ja! Yeah! Welk product is het duurst? We hebben hier sokken van Turtleback. Waarom wordt dat arme teddybeertje vermoord door een kat? Of een Rolly? Wat is dat eigenlijk? Is dat een soort van keyboard? Maar ik denk natuurlijk dat dit apparaat duurder is dan wat sokken. Het is ook veel duurder. Maar hey! Weer een puntje erbij. Ronald heeft op dit moment 2 punten. Welk product is goedkoper? Playmix? Is dat een soort van Playmobil? Ik heb geen flauw idee. Ik heb geen jeugd gehad. Of een Guardian alarmklok. Ik denk tenminste dat het een alarmklok is. Maar die zal duurder zijn. Dus ik ga voor Playmix. Die moet toch wel goed... Wat? Wat? No way! No way! Nee! Dit is bullshit! Ik heb wel een score van 2 punten! Schattigste kat die jullie ooit hebben gezien of trypophobia? Nee! Dat is zo ranzig! Nee! Trypophobia is ook wel dat je allemaal gaten in je lichaam hebt. Dat is echt smerig. Yeah! Woo! Yeah! Kijk dat schattige katje chillen in een spijkerbroek. We gaan dit eventjes opnieuw doen. Welk product is $35 waard? Een houder waar je alles op kan zetten, van telefoon tot laptop tot muis, of een gameball spelletje. Ik heb geen flauw idee wat het is. Maar ik denk dat deze $35 waard... Oh, hij was maar $7 waard. Score van 0. Waarom? Een schattige vleermuis die van zijn kinderen houdt of de Emoji Movie trailer. Nee, niet de Emoji Movie trailer. Gaat de slechtste film ooit worden. Geloof mij. Geloof Ronald Fledder, dat gaat een slechte film worden. Oh, het is een vleermuis die houdt ervan om geknuffeld te worden. Zo maar te zeggen, ik ben echt scheidsbenauwd voor vleermuizen, maar dit maakt alles goed. Waar ik blij mee ben, ik heb nog steeds niet smerige, angstaanjagende dingen gezien. Dat maakt me nog wel blij. Volgens mij heb ik goede karma opgebouwd, waardoor ik nooit meer smerige dingetjes zal krijgen. Dank u wel! Welk product is het duurst? Dit mooie DC-klok. Ik klink echt als een sell-out, jongens. Sowieso, deze website is gemaakt door een groot bedrijf zoals Amazon of Coolblue of iets in die richting, zodat ze meer dingen zullen verkopen. Sowieso! Of dit spooky-ass ding waar je ijs mee kan maken. Maar natuurlijk is de klok veel duurder. Welk product is het duurst? Dit Polaroid boekje of dit documenthoudertje? Sowieso moet dat boek meer waard zijn dan dit. Boom! Wat? No way! Nee! Ik word hier genaaid. Ik word hier genaaid. Ik had het net over goede karma en ze dissen me gewoon meteen. Een spinnenbijt? Oh god. Dat hoef ik niet te zien hoor. Dat lijkt me echt te ranzig. Of een gif van een aantal borsten die je hypnotiseren. Laat het alsjeblieft de borsten zijn. Yeah! Woo! Ik moet dit censureren voor jullie, maar... Ho! Welk product is het goedkoopst? Dit kommetje hier. Fantastisch kommetje. Volledig wit. Gaat niet kapot. Zeker kopen. Shit, ik ben een sell-out geworden. Op deze Family Guy robot. Sowieso de robot is goedkoop. En ja hoor, waarom zou je $16 betalen voor zo'n stom kommetje? Welk product is het duurst? Deze ai. Wat een naam, jongens. Of dit. Ik heb geen flauw idee wat dit is. Het ziet er niet uit. Vreemdste voorwerp die ik ooit heb gezien. Wat is dit eigenlijk? Maar ik denk natuurlijk dat de headset meer waard is. $250! Waarom was dat stomme krokodilletje $13 waard? Ik snap het niet. Welk product is het goedkoop? Dit ijsscheppertje of... Dit. Wat de heck is dit nou weer? Ik denk dat dit dan goedkoper is. Ik hoop het tenminste. Laat het goedkoper zijn. Alsjeblieft. Laat me alsjeblieft niet terugkeren naar die verdomde Reddit 50-50. Welk product is $600 waard? Dit vreemde knuffeltje of deze Mapex drumstel? Sowieso de drumstel. Boom! En waarom is die kip $20 waard? Mijn brein gaat weer van... Welk product is het goedkoop? Deze container die heel erg lijkt op de Twitter logo. Ik moet ze gelijk geven. Ik moet ze gelijk geven. Twitter is ook wel één grote bende.
keuze dat de prullenbak dan goedkoper is. Nee! Waarom? Waarom? Een scientist die een kleine zwarte gat maakt in een laboratorium of een worm die... kruipt? Nee. Nee. Please don't. Een worm die ook wel kruipt in iemands penis. Ik ben zo bang. Alsjeblieft. There we go. Ah, nee! Oh! Waarom zou je dat doen? Why the fuck zou je dat doen? Oké, laten we verder gaan. Welk product is $899 waard? Deze Fuji-camera of deze mooie Pokémon-knuffel? Ik denk zelf dat de camera natuurlijk $899 zal zijn. En ja hoor, en die knuffel is blijkbaar $145? Holy shit! Welk product is goedkoper? Deze boek of een powerbank? Ik denk zelf dat het boek goedkoper zal zijn dan een powerbank. Oudste video voor YouTube of een... Nee. Een kind die wordt geraakt door een trein. Laat het alsjeblieft de allereerste video zijn voor YouTube. Ja! Oh, dit is zo oud. Ik ga het nog één kans geven. Nog één kans. En hopelijk zal ik nu niet belanden op Reddit 50-50. Ik ga proberen score 5 te halen. Als ik score 5 haal, dan zal ik vredig leven. Maar als ik het fout heb en ik haal niet de score 5, zal ik weer belanden op Reddit 50-50. Welk product is $19 waard? Deze Bluetooth sticker of een spray voor je haar? Ik denk dat de spray voor je haar $19 zou kosten. En ik denk die andere rond de 100? Ja hoor! Huppakee! Welk product is hier het goedkoop? Deze wafel maak ik van Disney. En ik moet zeggen, Disney is echt fucking duur. Geef me al jullie geld! Dus ik heb het gevoel dat die nu al het duurst zal zijn. Of deze USB hub. Ook al dat je meerdere USB's hebt. Dus ik heb het gevoel dat die goedkoop is dan die wafel maken. Ik heb ook nog geluk. Het verschil was gewoon $2. We moeten nu weer kijken welk product het duur zal zijn. Geen flauw idee wat dit is. En ik heb ook geen flauw idee wat dit is. Dit lijkt op Pingwing. Ik heb het gevoel dat die duurder zou zijn. Nee! Waarom? Waarom? Ik hoefde maar één puntje. Dan had ik mijn ass gesaved. Maar helaas. Amelia Clark posing outside. Ook wel een mooie dame die buiten aan het poseren is. Of een man die een frat uitknijpt. Daar sta ik niet op te wachten. Geef ons die knappe vrouw. Geef ons die knappe vrouw. Ah, fuck. Ah! Oké, dat geluid was niet fijn. Waarom zou je dit doen? Oh, blood. Ik zie zoveel bloed. Hij heeft gewoon een hele frat eruit getrokken. Gadverdamme, man. Ik ga vanavond niet goed slapen, jongens. Nee, ik ga denk ik even een... Ik ga denk ik eventjes een stukje met de hond lopen. En dit eventjes volledig vergeten.